Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat het tekort aan leerkrachten in het westen van Suriname verhelpen. Op een vandaag gehouden persconferentie zei minister Marie Levens dat het departement constant werkt aan de ontwikkeling van het onderwijs in de districten. Zo worden er mogelijkheden bekeken hoe het kleinste district, Koroni, voorzien kan worden van leerkrachten. Koroni heeft geen leerkrachten. De leerkrachten moeten elke dag vanuit Nikeri komen. Dat is een enorme opgave voor de mensen, waardoor er ook heel veel verzuim is. Hoe noem je dat in Koroni? We hebben dus besloten om containerwoningen daar naartoe te sturen. Die containerwoningen worden gekocht en de districtscommissaris is al bezig te zoeken naar een plek waar we de containers kunnen neerzetten, zodat de leerkrachten ter plekke kunnen wonen. Er zijn mensen, leerkrachten die ter plekke willen wonen, waardoor we ook in Koroni fulltime leraren kunnen hebben. Levens wil het onderwijsproces in Koroni uitbreiden. Ze overweegt om te beginnen met het eerste leerjaar van de middelbare school, omdat de kinderen nu naar andere districten moeten afreizen om onderwijs op dat niveau te genieten. De kinderen reizen elke dag naar Nikeri. En ik moet u zeggen, dat is een opgave. De weg is niet geweldig. En laat me zeggen, die afstand is ook een beetje lang. Dus het zou prettig zijn als we ook met het eerste leerjaar van de middelbare school kunnen beginnen in Koroni. Volgens minister Levens is er in de afgelopen periode veel geïnvesteerd in het onderwijs in het binnenland. De leerkrachten worden getraind zodat er onderwijs verzorgd kan worden op verschillende niveaus in Marwijne en Brokopondo.